Rachel Klamer wint dus opnieuw in Holt en ze staat bij me. Nou, je ging als een speer. Ja, oh, maar het fietsen was al zwaar. Ik zat te twijfelen of ik er in het begin vandoor zou gaan. Maar het gat bleef hetzelfde. En in één keer, toen ik terugkwam bij de groep, ik besloot me te laten zakken en het later nog een keer te proberen. En toen ik eenmaal bij die groep terug was, dacht ik, oh, dit is al een hele grote groep. Dit is niet wat ik wilde hebben. En ja, op een gegeven moment was het een valpartij. Sorry. Op een gegeven moment was het een valpartij. En ik schrok, want ik hoorde allemaal gekletter achter mij. En één meid riep, go, go. Dus, nou, toch maar weer aangezet. En gelukkig was het toen een kleine groepje, want met een grote groep valt gewoon niet te rijden. En het lopen verbaasde me dat ik zo'n gat. Ik had eigenlijk wel verwacht dat er meer meiden terug zouden komen. Maar dat gebeurde dus niet. Ja, wanneer dacht je van nou, het is appeltje eitje voor me vandaag? Na 2,5 kilometer. Ik heb de eerste 2,5 kilometer echt vol gas gegeven. En daarna nog een stukje. Ik denk de laatste 2 kilometer dat ik toen zoiets zat, hoorde ik dat het een minuut was of zo. Ik dacht, oh, dat moet lukken. Ja, hoe is het om in zo'n volle arena binnen te komen? Mooi. Want je hebt hier ook wel eens op een verdwaalde zondagochtend, toen niemand bijna hier stond, gewonnen. Nee, dus misschien is het wel goed dat de wedstrijden vanmiddag niet doorgingen. Heel, heel jammer natuurlijk voor de mensen zelf. Maar het was hartstikke mooi. Voor de wedstrijd nog een stukje van de Tour gekeken. Ja, misschien voor de topsport is dit wel veel beter om het in de avonduren te doen. Ja, heel eerlijk, ik race liever 's avonds in de hitte. Dan 's ochtends. Ja, sowieso liever in de hitte en dan ook liefst 's avonds. Dus voor mij was het ideaal. En ik voordat ze nog een stuk van de Tour en dan hoorde wielrenners over thuispubliek en over geschreeuw. En het was wel heel mooi toen ik het stadion in kwam. Heb je genoten vandaag? Ja, dat zeker. Ik was van tevoren al zenuwachtig. Er waren wat atleten waarvan ik dacht van nou, dan zal ik moeite mee hebben om die te kloppen. Jij zenuwachtig nog? Oh, ik was wel zenuwachtig. Ja? Er waren gewoon echt, het was een heel sterk veld. Het verbaasde me eigenlijk dat nummer 2 en 3. Ik had dat niet verwacht. En ja, het was een supermooie race verder. Ja. Hoe is het om in Holt te winnen? Mooi, dat is een van de mooiste dingen. Toch een beetje voor thuispubliek. Toch je wedstrijd, ben onder andere met Martin en Henry en de hele organisatie hier. Super. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.